Goedemorgen. Zo. We gaan even weer een filmpje doen van pagina nummer 6. We zijn ook nou, ver over de helft met de basispagina's, met de aankledingpagina's nog niet. Maar het schiet er lekker op. Ik moet gaan bedenken, wat gaan we doen na de 8 basispagina's. Goed. We gaan beginnen weer met een dubbele A4. En daarop had ik bedacht om een flap te maken. Die zo omhoog gaat. Ik zit nog een beetje onder het lijm, zit ik me te bedenken. Ik ga dit wel doen met een potlood, uiteraard. Zal ik eens kijken of een wit potlood, of dat wat werkt. Oh, misschien ietsje meer licht is ook fijn. Dank u. En deze flap maken we tot pagina breedte. En dan hakken we hem. Okay. Deze gaan wij rillen. En die rillen we weer zoals gewoonlijk op een halve inch. Hier ben jij. En dan gaan we deze rand, die geven wij een ponsje. Nou, kom ik er weer bestaan. Dus de onderkant van die flap geven wij weer een ponsrandje. Hier wil ik een bellyband op maken. Nou, een bellyband, in dit geval wordt het de complete breedte van de pagina. De lengte van de pagina. Dus ik snij daar een strook vooraf. En dan pak ik het deel waar hier de pons eindigt. En daar. Daar zet ik met potlood even een puntje of een streepje op. En dat is dus ook de plek waarop wij twee rilletjes geven. Nou, dat is in dit geval een halve inch van de ene kant. En hoe krijgen we het voor elkaar? Haha, net niet. Wat is dat? Kwart, half, dat is 1/3. En tussen de helft en de 1/3. 1, 2, 3, 4, 5, 8ste. En deze vouwen wij om. En deze komt hier dan op. En dan plak ik hem nou ietsje van de bovenrand af. En dat zet ik alvast met lijm. Heel even, want wat hadden wij gemaakt van de week tijdens de live? Nou moet ik even kijken, want ik heb hem hier neergelegd, maar ik heb alles op volgorde liggen. Oh dear, waar heb ik hem nou? Dit wou ik gebruiken voor op de kaft. Ondertussen ben ik daar meteen spulletjes voor aan het zoeken. We hadden een leuk boekje gemaakt. Oh, dat was hem dus wel. Kijk, en het is wel de bedoeling natuurlijk dat iedereen gaat passen. Ik wil even voor de zekerheid de lengte opmeten. Nou, dat is een beetje overdreven. Deze maar. Deze is ongeveer. De nullijn doe ik in het midden en dan heb die ongeveer 3,5 inch. Als ik deze erop leg, ja, prima. Kijk, en waarvoor zeg ik ongeveer?
We willen natuurlijk in het midden dat die ook vast komt zitten op de pagina. Dus daarom keek ik of mijn boekje daarin gaat passen. Dat is wel zo aardig natuurlijk. Deze zetten we erop. Probeer hem zo recht mogelijk te plakken. Volgens mij wil mijn dochter aandacht hebben. Ik heb twee snottenbellen thuis. Dus ja, moeten ze nog wel even werken. Staat ze daarna nog? Nou, ik weet het niet meer. Oké. Deze laten we even drogen. Dan kan die zo meteen op de pagina. Zetten we deze even deze aan de kant. Dan wil ik heel graag... Ah, begin ik ook al. Deze erop hebben. Met ruimte. En als je hem dan om zou draaien, dan zie je dat het hier een hele brede strook is. Wat we gaan doen, we gaan deze eerst rillen. Dan zijn we dat al kwijt. Nou, qua hoogte is die al goed. En dit gaat natuurlijk net niet passen. Dat zal we altijd zien. Ik ben een beetje lui vandaag. Althans, met een rilplaat pakken. Dus we schuiven hem op. Ik ben al druk bezig geweest met dingen uitproberen. En ik moet zeggen, dat wordt erg leuk. Die doen we zo. Even kijken, dan komt die zo. Ik denk dat het dan leuk is als we deze ook een rand geven. Dan wordt die meteen een stukje korter in gebruik. Dat is eigenlijk ook net wat de bedoeling is. Nou gaat die hier niet helemaal goed. Eén terug. Oké, en dan de andere kant. Nou, hoeveel? 1, 2, 3, deze denk ik. Ik zal het even zoeken. Ja, nou loopt hij door. Tot hij op door gaat lopen. Die kan weer aan de kant. Onze basis gaat trouwens normaal open, van rechts naar links, als een boek. En dan gaat deze, komt daarop. Maar let op, er komt nog een bellyband op. Het liefste... Nee, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Ik sta in dubio. Dus gaan we deze nog een rand geven. Ik ga heel even kijken. Deze is nu wel redelijk vast. Dus die kunnen we voorzien van een tapeje. Deze plakken aan de bovenkant. Oké. Dan hebben we dit. Deze. Even kijken. Wat is mooier om hem onder de bellyband vandaan te laten komen. Of laat hem onder de pagina vandaan komen.
dus helemaal hier. Ik denk dat dat mooier is. Dan moeten we aan deze kant nog een extra rillijn maken. Zorg dat je vouwlijn tegen de rand zit. Dan gaat hij wel de verkeerde kant eigenlijk op. Zo. Maar dat is nu even niet anders. En een voorzichtig drukje hem erin. En dan heeft hij een iets bredere rug, want het moet ook nog bekleed worden, hè, wat eronder ligt. Kijk. Een iets bredere rug. De binnenkant geven wij nu een tapeje. Let op, bij het aankleden van deze pagina heb je nog een stukje basispapier, dus in mijn geval een stukje bruin nodig. Of ik moet de plekken weer gaan veranderen, dan wordt het gewoon waarschijnlijk roze. Maar ik denk dat het het stukje basispapier gaat worden. Deze leggen we erop. Bij de, tot aan de eerste virilnaad. Ik klap hem dubbel, dus ik zet hem nog niet vast. Kijk, en nu kunnen we pas echt goed het ruggetje op zijn plek leggen. En deze kant zit vast. En dan gaat deze kant nu ook vast. En dan kan de rest ook vast. En dan heb je een mooie sluiter van de bellyband. Nou, zit deze inmiddels vast? Ja. Dit boekje, ze kan er vast. Oh, andersom. Dit is de voorkant. Wat was nou de voorkant? Even kijken hoor. Zo is dat Melody op z'n kop. Zo. Kijk, het boekje kan er netjes tussen. Nou, je ziet, we hebben er nog één vrij. Dus je kan zeggen, ik maak nog zo'n boekje. Of ik maak iets anders. Maar goed, dat boekje raken we nu niet meer kwijt. En dan moet er nog een pagina of een dingetje op. En dat wil ik aan deze kant doen. Ik haal het boekje er nog even tussenuit. Dan zie je ook meteen waarom die zo dik is. Er gaat boven een deur open. Volgens mij wordt het weer tijd voor siliconenkit of zo. Of kruipolie, want het piept. Oké, deze. Hier wil ik een klap op. Pocket van maken. Wat is een klappocket? Nou, niet veel bijzonders. Het is gewoon een pocket die je open kan klappen naar de ene kant of aan de andere kant. Deze ga ik rillen. En die ril ik weer gewoon, zoals gewoonlijk, op een halve inch. Nou, dan pak ik hem zo. Ik heb gewoon een strook gepakt nou. Hè. En deze vouw ik dubbel. Ik heb geen idee hoe groot deze strook is. Het leek wel een mooi formaatje. Nou, goed aanwrijven, want we hebben geen rilnaad in dit geval. En deze gaan we plakken. En we gaan hier de bodem een klein randje lijm zetten. Hier zetten we een tapeje bij. Niet over de gehele lengte, gewoon een stukje. Wel even de puntjes eraf. En dan. Zo. Oh ja, en een randje aan de onderkant. Niet een hele dikke rand, gewoon een dun randje dat de onderkant gesloten is. Nou, die slaat zo. Mooi. Klapje dicht. Deze leg je netjes aan de rand. En dan druk je de onderkant vast.
Dan hebben we nu al de pocket. Het schiet op. Dit is je pocket. Hier moet nou nog een hing aan. Nou, daar hebben we nog meer stroken voor. Ik ga deze nog niet op maat knippen. Even kijken. Ook deze geldt als die hier op komt. Zo. Dat die open gaat. Alleen hij gaat niet op de achterkant open. Hij gaat op de binnenkant van de grote flap open. Maar goed. Hier komen nog de boekjes in. Dus die, deze kant staat open. Dus hier ook aan deze kant komt er dan een brede rug. Zo. Ja. Nou, je ziet het. Hij is iets groter dan een halve inch. Ik vind het of een hele inch. Dus ik zet vanaf de halve inch twee streepjes naast elkaar. Ene kant vouw ik om. Ik vouw de tweede lijn ook om. Dan geef ik even weer een klein hulpje met de bonfolder of de vouwbeen. Het maakt niet zo heel veel uit. En dan hebben we hier weer een ruggetje. Deze gaan we even op maat knippen of snijden. Wat je wil. Nou, ik hak hem maar even. En ik ga de kant gebruiken die ik geplakt heb. Daar plak ik deze op. Ik hou de lange kant om hem aan de binnenkant vast te zetten. En ik pak dan de korte kant om daar de hing te lijmen. Ik ga hem lijmen. Ik ga hem niet tapen. Lijmen er wel goed in. Dus weer net als dat we papieren vastzetten. Zo. Verzeker jezelf even dat je de goede kant pakt. Dus de boven, open kant gaat naar boven. Goed, poging nummer 3. Ik denk, ik doe dat even, hè, zo, uit de hand. Nou nee, ik heb dus toch een hulpje van de tafel nodig. Goed vastwrijven, dat hij goed vast zit. En dan gaan we deze, de binnenkant. Nou, die doe ik wel weer met een tapeje. Deze is vrij breed, is niet erg. Heb jij hem toevallig smaller, is ook niet erg. Als je maar voldoende lijm heb of plek heb om grip te krijgen. Dan gaat de tape eraf. Ik lijm hem weer goed in. En let op dat je nou, ga jij eens aan de kant, allebei de, dat is eigenlijk alles bij me pakt. En dan heb je de basiskant open. En daar leg je hem aan de onderkant aan. Let op, je hebt hem hier scheef geknipt. Dus dat je hem echt wel een beetje gelijk gaat leggen. Dat kan je doen door deze, nu als hij eenmaal zit, plat te leggen. Oh. Nou ligt hij er plat op. Ene kant er kijken. Heel voorzichtig haal ik mijn hand er langs, of mijn vinger er langs. Dan zit hij nog niet echt vast, maar goed, een beetje wel. En als je hem open doet, dan kan je hem aandrukken. Dan hebben we hier ook veel plek voor foto's. Hier hebben we de flap met de bellyband. Voor. Zet ik hem daar weer verkeerd neer? Ja, hij moet eigenlijk zo, hè. Mijn bedeltje valt steeds om. Met het bokje. Waar ga jij heen? Ga je mee? Ja, hij gaat mee eronder. Dan hebben we deze flap. Hier komt nog wat op. En dan gaat deze eroverheen.
Dan heb je een vrij simpele pagina. Hier komt nog wat in. Maar kijk nou eens, door het boekje is hij al mega dik. Nou, dit was een hele makkelijke. Lijkt me niet al te moeilijk. Is te doen in een half uurtje. Nou, laat zeggen, neem een uurtje de tijd. Komt helemaal goed.